bij Topnames, iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. De gast is Peter Hoekstra. Peter, je bent van 20Face. Wat doen jullie? Wij doen gezichtsherkenning en wij doen dat op een privacyvriendelijke manier. Hoe kan dat nou? Ja, we zorgen dat je jezelf in het systeem kan zetten en dat je zelf kan bepalen welke camera jou mag herkennen en welke niet. Dus zo doen we dat. Het is eigenlijk een heel simpel, heel simpel model. Oké, maar even voor de duidelijkheid, want gezichtsherkenning, dat wordt in allerlei toepassingen gebruikt. Maken jullie de technologie die je aan andere mensen levert? Of ja, wij zijn een producent van gezichtsherkenningstechnologie. Maar dan ga jij er toch ook niet helemaal meer over hoe dat dan gebruikt wordt? Jawel, want wij hebben... De technologie is één ding, dus je hebt een herkenningsplatform. Maar bedrijven die dat willen gebruiken, moeten ook zorgen dat al die mensen in dat systeem zitten. En nou, dat kan je doen door al die mensen te enrollen, zoals je dat heet. Of onboarden, zo wordt het ook wel genoemd. Ja. En nou ja, dat kan je doen door foto's van die mensen te verzamelen of ze allemaal in een fotobooth te stoppen. En daar foto's van ze te nemen of ze in te scannen, zoals ze dat ook wel noemen. Maar wij laten het tenminste zelf doen, met een app. En ze kunnen maar als ik een potentiële klant voor jou ben en ik heb een database met een paar honderdduizend foto's van mensen en ik wil dat gebruiken voor een gezichtsherkenning toepassing, kan ik dan bij jou terecht? Nee. Nou ja, hangt er een beetje vanaf. We zeggen niet gauw nee, maar we gaan dat wel zorgen dat we die mensen niet vanuit die foto's in de database zetten. Mag ook niet. Nou, daar komen we straks nog even op terug. Leg eerst even uit hoe dat nou eigenlijk precies werkt. Want jullie jullie maken de technologie? Ja, de technologie dat zijn deep learning algoritmen waarmee op een gezicht worden een aantal punten herkend. Landmarks noemen ze dat. Dat zijn er zo'n 128, maar soms zijn het er ook wel eens 129 of 130. Hangt een beetje vanaf welke fase van onze ontwikkeling we zijn. En die gezichtsvectoren, zoals we dat noemen, die worden opgeslagen in een database, die worden versleuteld. En nou ja, goed, daar kan alleen een camera bij die van jou toestemming heeft gekregen om daar naar te kijken en jou te herkennen. En dan op het moment dat je langs een camera loopt, dan worden jouw vectoren weer uitgerekend. Dat wordt naast elkaar gehouden en de dichtste match, die ben je dan. Hey, kun je eens wat voor, om het een beetje beeldend te maken, kijk... Ik kan me voorstellen dat mensen nu op de eerste plaats denken aan China, waar je op straat loopt en er een match wordt gemaakt en gekeken wordt. Ja, dat is dus niet een wenselijke situatie, maar dat is wel een toepassing die je zou kunnen bedenken. Wat wij heel veel tegenkomen is, we zijn nu bezig met Heracles, een club uit het oosten van het land, uit Almelo, om hun stadion ticketless te maken. Daar hebben we de eerste proeven van gedaan. Dus mensen komen zonder kaartje binnen en die lopen gewoon door. Die worden herkend en dan begroet door de hosters. Je kan ook denken aan access control in het algemeen, maar je kan ook denken aan het personaliseren van de instellingen van je auto of aan domotica toepassingen. Zo, als je er even over gaat filosoferen, toegang op een bouwplaats, skiliften, je kan het zo gek niet bedenken waar je access control en personalisatie. We gaan zo even op verder, maar we gaan een klein stukje kijken, want je bent... te gast geweest in Privacy Test, heet het? Privacy Test. Privacy Test. Programma van de AVRO, of KRO en NCRV? Ja, ja, volgens mij wel. Ja. Ja. En daar is een klein fragmentje uit wat een beetje aangeeft hoe dat werkt. Oké. Okay. Wat wij hebben gedaan is, van alle mensen die hier in het publiek zitten, iets wat we nooit doen, maar hebben we even gekeken wat voor koppen erbij horen bij de namen die we hadden. En daar hebben we een scan van gemaakt. Dus die scan die kan ik in de computer zetten. Nou, het is niet hele goede informatie. Dat doen we normaal gesproken ook nooit. Maar het is even om te laten zien wat we al kunnen. Als die camera gaat inzoomen, dan zal je zien dat er een aantal mensen vakjes om hun gezicht verschijnen. En als het goed is, ook de goede naam. Ja, kijk dan, Ik zie Julia, ik zie Romy, ik zie Natasha, ik zie Milou, ik zie Gijs. Het werkt heel goed. We hebben jullie allemaal herkend. Ja, zo makkelijk is het. Zo eenvoudig is het. Ja. Makkelijk te vertellen verhalen. Ja. Waarom zeg je nou drie keer in dat fragment, dat doen we normaal dan? Nou, omdat ten eerste is het niet de bedoeling dat wij van beelden van het internet, van social media, kunnen we een scan van jouw foto maken. En die kunnen gewoon inscannen, dat is in een microseconde gebeurd. En dan vervolgens kunnen we je op elk beeld herkennen. Er zijn wel een aantal voorwaarden, maar we kunnen je vrij onvoorwaardelijk herkennen.
Nou, dat is geen wenselijke situatie. Als je daar geen toestemming voor gegeven hebt, ten eerste mag het niet. Ten tweede heeft het, als je toepassingen wil bedenken, heeft het ook te maken met de acceptatie van een consument. Ik kan me voorstellen, het is heel relevant voor de retail, dat je bijvoorbeeld in loyalty concepten wordt herkend. Dat is heel makkelijk, want het pasje, ik ben wel eens bij de ANWB geweest. Er zijn heel veel deals met de ANWB en dan kom je langs. En dan, dan pas je, of dan denk je, verrek, ja, dat ben ik vergeten, heb je de pasje niet bij je, nou, allemaal gedoe. Als je nou gewoon met je gezicht herkend wordt, zou dat toch mooi makkelijk zijn. Is dat een wenselijke situatie, dat zij iedereen dan in gaan scannen en dat je dan altijd herkend wordt? Zo kan het ook weer niet werken. En je hebt ook nog je privacy. En ja, bovendien. Maar je zei het net ook al, ik vind het opvallend, en we gaan er niet alleen maar over privacy praten, hoor, want dat vind ik niet eens het meest interessante. Maar je bent eigenlijk steeds tussen elke twee zinnen doe jij een disclaimer. Je zegt, wij leveren hele geavanceerde gezichtsherkenningstechnologie, maar natuurlijk alleen als de gebruiker het goed vindt. Ja. Dit mag eigenlijk niet, maar we doen het alleen maar om te laten zien wat we kunnen. Ja. Is dat niet eigenlijk ontzettend lastig? Want jullie zijn techneuten. Jullie ontwikkelen een technologie, wat ik op je website lees, die echt baanbrekend is. Want je zegt ook, we hoeven niet eens een heel gezicht te hebben, met een fragment kunnen we het al herkennen. Ja. Daar moet je toch heel enthousiast van worden en alleen maar helemaal denken van wat je er allemaal mee kunt. Nou ja, goed, maar dat is waar. Maar je moet ook tegelijkertijd bedenken wat die technologie ook voor schade kan aanrichten. En of het allemaal wel legaal is wat je doet. Maar betekent dat ook dat jullie als bedrijf zeggen, wij hebben geavanceerde technologie, maar die leveren we gewoon niet aan de Belgische overheid als we niet weten wat ze ermee gaan doen? Wij werken alleen met geselecteerde development partners. En met die development partners zetten we oplossingen in de markt. En die oplossingen die hebben wel de eigenschap dat ze privacyproof gaan. Maar de oplossing die ik dus heb, die bepaalt of jij als leverancier met mij wil werken? Of ben je geen leverancier, ben je eigenlijk een toepassing? Wij werken samen met leveranciers. Dus, en dan maken we samen toepassingen en dan delen we de opbrengsten. Maar het mag ook niet, hè? Je mag ook niet zomaar. In China iedereen mag het wel, dus je zou toch in China kunnen leveren? Ja, dat is ook. Maar we hebben ten eerste is het niet per definitie in China. China is een groot land, dus het is heel moeilijk om te zeggen in China mag het wel. Maar daar gebeurt het wel, daar heb je minder privacyregels. Maar het zorgt er ook voor dat er bijvoorbeeld een heleboel gezichtsherkenningstoepassingen die ik zou kunnen bedenken. Je komt bij de hotelbalie inchecken op het vliegveld. Nou, het zijn allemaal dingen waar je mee te maken hebt die er nu gewoon niet zijn, omdat je te maken hebt met privacywetgeving. Sommige dingen mogen ook gewoon niet. Nou, om daaromheen te komen is het heel belangrijk dat je een systeem ontwikkelt waardoor het wel mag. Waardoor je wel, zeg maar, eindelijk de potentie van een key enabling technology kan gaan gebruiken. Doordat je het probleem oplost. En we lossen niet alleen de privacy op, maar ook de acceptatie. Dus, omdat je er wat aan hebt. Omdat je er wat aan hebt. Bedrijven worden gedwongen om ook relevante toepassingen te leveren. Dus je wordt niet al herkend omdat het bedrijf het wil, maar je wordt herkend omdat jij het wil. En dat maakt net het verschil tussen ik heb niks te verbergen en het gaat je niks aan. We hebben allemaal niet zoveel te verbergen, maar de vraag is ook of het je wat aangaat. Nou, mag ik nog even? Ja, natuurlijk. Even terug naar die technologie. Want jullie zeggen op je website dat het heel bijzonder is wat jullie doen, omdat je ook met vermommingen, een fractie van het gezicht. Waarin onderscheiden jullie je van al die anderen? Want, dat hoef ik jou niet te vertellen, maar voor de kijker die het niet weet, alle grote jongens zijn met gezichtsherkenning bezig. Ja. Facebook, Google, IBM... Ja. Noem maar op, alle grote platformen doen dat. Nou, er zijn een aantal. Het eerste grote verschil is, je hebt leveranciers van gezichtsherkenning en je hebt ontwikkelaars van gezichtsherkenning. Mm-hmm. Dus wij zijn de tweede, wij zijn ontwikkelaar van gezichtsherkenning. Dus onze algoritmes, die worden, ik zou bijna zeggen, elke dag worden die beter. Omdat wij heel veel trainingsdata daaraan toevoegen. Ook omdat we heel veel innovaties eraan toevoegen. Dus, en dat heeft te maken met goede enrollment. Hoe krijg je goede beelden binnen? Dat heeft te maken met belichtingscorrecties. Dat heeft te maken met het uitrekenen van hoe verschillende delen van gezichten bij één persoon horen en bij de andere. Dat zullen ze bij Google ook doen.
Dat zullen ze bij Google misschien ook doen, maar wij presteren op de benchmarks die daarvoor zijn, presteren we gewoon vergelijkbaar of beter dan de grootte van deze wereld. Het heeft niet zoveel te maken met de grootte, maar als je me precies wil vragen om die verschillen te duiden, ja, dan zou ik de professor, die ook bij ons bedrijf is aangesloten, en die zou ik dan hier moeten, want die kan de precieze verschillen uitleggen. Ja, dat maar, kan ik niet. Jij nee, maar jij zal maar je. Nee, maar goed, jij, je specialiteit is business development. Ja. En jullie of investeren of helpen ook start-ups. En dan zal jouw vraag waarschijnlijk ook altijd zijn: wat is je onderscheidende element? Nou, het onderscheidende element is dat wij. En dat mag dan niet, hè. Je mag altijd maar één USP hebben, maar we hebben er een aantal. Ja, nou, deze uitzending mag in een paar. Ten eerste zijn wij een West-Europese technologie uit een betrouwbare samenleving ontwikkelaar van een West-Europese universiteit. Dus dat hele kringetje zorgt ervoor dat partijen ons vertrouwen. Nou, dat is één ding. En we hebben niet over gehad welke universiteit is verbonden? Universiteit van Twente. En dat is de enige biometrische faculteit in Nederland, of biometrische vakgroep moet ik zeggen. Geloof. Zijn jullie een spin-out daarvan? Wij zijn daar een spin-out van, ja. Okay. De universiteit is ook aandeelhouder bij ons. Ja. En daar werken we ook mee samen. Dus we hebben een aantal postdocs lopen die continu die algoritmes aan het verbeteren zijn. Dan moet je denken aan, algoritmes zijn bijna per definitie racistisch. Dus we hebben nu een hele inhaalslag gemaakt met Aziatische gezichten. Google is met name Caucasian gedomineerd, dus westerse blanke mensen. En daar heb je inhaalslagen te maken. Daar bedoel je mee dat afwijkende rassen minder goed herkend worden? Dat bedoel je ermee? Nou, ik zou niet zo zeggen afwijkende rassen. Andere rassen. Dat is nee, maar ik bedoel, niet dan in het geval dan van Google. Ja, nou ja, wij zijn ook. Jullie voegen daar Aziatisch aan toe, maar het is gewoon zo dat mensen met een donkere huidskleur zijn moeilijker te herkennen. Omdat dat niet. Nee. Daar minder trainingsdata nog over. Ja, vanwege de trainingsdata. En daarom vanwege de donkere zeg jij, huid. Ja. Elk systeem is in feite racistisch, omdat waar je mee begint, dat bepaalt wat je beter kan dan. Ja. Maar dan heb je nog jonge mensen, mensen onder een bepaalde leeftijd, mensen vanuit een bepaalde hoek, mensen met een bepaald. Dus overal kan je die algoritmes op trainen. Ja. En overal worden ze beter van. En dan ga je verder met jullie USP's. USP's, dus nou ja, de komaf en het vertrouwen wat we hebben. Het feit dat we een ontwikkelaar zijn en geen leverancier. Dus dat betekent ook dat we altijd voorop lopen. Dus een soort red race. Hè. En we zitten soms daar op nummer 2, soms daar op nummer 6, maar altijd voorop. En de derde is dat we dat hele privacy-proof ecosysteem eromheen aan het bouwen zijn. En dat zorgt ervoor dat we dus qua acceptatie, privacy en ook gedoe, want we horen ook wel van partijen die gaan dan gezichtsherkenning op een toegangspoortje doen. En vervolgens moeten er 6.000 mensen door zo'n poortje heen. En moeten ze al die 6.000 mensen enrollen. En dan moeten ze daar foto's van maken. Helemaal gedoe. En bovendien, als het systeem dan verbeterd wordt, dus je hebt een versie van de gezichtsherkenning daarop draaien, en je doet er een innovatie in, wat we dus om de haverklap doen, dan moet je al die mensen weer opnieuw gaan enrollen. Nou, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Dus het is veel beter om daar een ecosysteem omheen te creëren waarmee je dat kan doen. Hey, als je nou zelf naar de mogelijkheden van de technologie kijkt, waar kijk jij naar uit in je eigen persoonlijke leven, dat dit in welke situatie ben jij blij als jullie techniek erin verwerkt wordt? Ik denk dat is echt het dagelijks leven. Op kantoor aankomen lopen, bij de slagboom. Ik moet dagelijks langs een slagboom waarbij ik altijd moet bellen en zeggen dat ik Peter ben. Nou ja, dan kun je natuurlijk kentekenherkenning hebben. Maar goed, als ik dan in de auto van mijn vriendin rijd, dan zou het nog een keer mis kunnen gaan. Dus daar is dat prettig. Betalen in de bedrijfskantine, je kantoor doen, de instelling in je auto, thuiskomen, de bel, de pakketchauffeur op afstand, toegang geven tot de garage. Nou, allemaal dat soort dingen. Daar zou ik naar uitkijken. Ja, en waar, hè, want je moet zelf toestemming geven, waar zou jij geen toestemming voor geven? Ik zou niet, als ik in de retail kom, ik zou niet elke winkel toestemming geven. Maar ik zou vooral de toestemming uit willen zetten. Daar gaat het mee om. Dus ik vind het heel fijn dat als ik met mijn gezicht bij Heracles naar binnen kan,
Maar ik vind het ook heel fijn als ik in mijn app de sleep mode aan kan vinken. Dus dat ik kan zeggen, s'avonds om 11 uur zet ik mijn biometrics uit, kan het nergens ter wereld gebruikt worden. Zou je kunnen zeggen, alleen tijdens die wedstrijd is die, het is gewoon twee uur op zondagmiddag. Ja. Dat zou heel goed kunnen. En als ik kan me heel goed voorstellen dat ik dat je een Ajax supporter bent. En dat je als zodanig niet herkend wil worden in het Heracles-stadion als je daar door de week voor zaken bent. Maar dat dat wel prettig is als je daar voor de wedstrijd komt en in het uitvak wil. Noem maar even. Nou, het lijkt mij sowieso niet prettig om naar het Heracles-stadion te gaan. Maar dat is een heel ander. Ja, als Ajax-supporter bedoel je. Ja. Ja. Nou, ik ben Ajax-supporter, maar Heracles is toevallig een heel prettig stadion. Okay. Dat is een beetje kwetsbaar. Vergelijkbaar met AZ. Maar, ja. Dat is, hey, ja, maar wat me nou zo ingewikkeld lijkt van wat jullie doen, dan kun je met de allerbeste intenties, wat duidelijk bij jullie het geval is. Dus je verzint systemen, want dat spreekt mij heel erg aan. Je moet zelf in controle zijn over wat je wel of niet gebruikt. Hetzelfde geldt voor, wat mij betreft, voor vingerafdruk, scans of weet ik veel. Maar er duiken natuurlijk ongelooflijk veel partijen op dit soort technologie die beste intenties niet hebben. Hoe scheid jij nou het kaf van het koren? Ja, maar het grappige is, er zijn heel veel bedrijven die kijken allang al naar gezichtsherkenning. Gezichtsherkenning is natuurlijk niet zo nieuw. Nee. En die kijken daar allang al naar. En die komen steeds niet over die drempel heen, waardoor het zeg maar de massa bereikt. En je ziet nu dat als we ze en dat zit allemaal op privacy, acceptatie en gedoe. En als je die drempels wegneemt, dan dus het wordt niet complexer van. Want ze willen het al. En dan praten ze met ons en dan roepen ze een paar dingen op. Zeggen, nou, hebben we een oplossing voor? En dan, oké, nou, laten we maar doen. Maar betekent dat eigenlijk ook strengere privacywetgeving zoals GDPR, AVG in Nederland, jullie eigenlijk helpt? Ja. Want dat voor iedereen nu duidelijk is wat wel en wat niet mag? Ja, voor ons is die wetgeving is eigenlijk vooral helemaal niet relevant. Want wij zijn privacy by design. En dat wil zeggen, dat is niet omdat we het zijn, maar omdat we het willen zijn. Dus dat is hard werken, privacy by design. Want op je propositie, nou, jullie zijn natuurlijk ook oude rotten in het vak. Op zo'n digitale propositie zit erosie. Wat jij in januari neerzet, dat is in juni misschien niet meer wat het in januari was. Omdat de technologie steeds voortschrijdt. Dus dat privacy by design, dat is hard werken. En dat moet in je architectuur verankerd zitten. Moet in je propositie verankerd zitten. En dan is het ineens een goed verhaal. Over een technologie die iedereen allang al wil hebben. Iedereen vindt het hartstikke makkelijk. En als je het in je hand hebt, dan denk je geen eens na over je privacy. Want voor je op je iPhone gebruik je het al. Het is eigenlijk wel bijzonder. Want die gezichtsherkenning technologie, er blijft toch die zweem omheen hangen van, ja, Oké, weet ik niet, weet je wel, privacy. Ja, dan weet je waarom ik het elke tweede zin. Terwijl mijn vingerafdruk, ja. Terwijl ik geef gewoon mijn vingerafdruk aan Apple, ja. Geen enkel probleem. Maar het verschil is eigenlijk helemaal niet zo groot. Nee, nee, en dat is waarschijnlijk nog geen eens zo accuraat. Vingerafdrukken op zich zijn wel accuraat, maar ik bedoel, jouw telefoon, ja, de kans dat daar een verkeerde vingerafdruk. Ja, dat is inderdaad heel bijzonder, maar je ziet ook dat het bewustzijn. Toevallig ben ik zelfs al bij een privacy start-up betrokken geweest in 2006 of zo. Toen dacht ik, oh god, dat gaat helemaal niet goed met die privacy. Ja, en nou is 2019 en nou begint het bewustzijn een beetje door te sijpelen. En dat komt omdat dat de macht nu toch wel erg groot wordt. Wij verkopen nog steeds gezichtsherkenning waar gewoon met user consent zelf enrollment, zodat mensen aan de wetgeving voldoen en dat er mensen zichzelf het systeem kunnen zetten. En dat is het voornaamste. Hey, maar als je nu naar zo'n voetbalclub kijkt, hè, die dat wil gaan toepassen, eigenlijk om de processen te vergemakkelijken, ja. Daar komt het op neer. En je zegt van ja, weet je, wij ontwikkelen het zo dat de gebruiker is bepaald, hè, wat er gebeurt. Maar is dat wel zo? Als die club op een gegeven moment zit niet in de voorwaarden van de club, gewoon op een gegeven moment, je kan hier eigenlijk alleen maar die kaart krijgen als je meedoet. Ja, als ik nu naar een festival ga, staat er ook, weet je wel. Je weet dat er nu foto. Dus er staat nu, ja. als je hier op dat festivalterrein gaat rondlopen, ja. Er wordt gefilmd, dus dan ga je daar eigenlijk mee akkoord. Ja, ik kan me voorstellen dat er situaties zijn dat zo is. Ik weet niet of het altijd mag. En het heeft ook met de gastvrijheid van zo'n club te maken. Ik denk dat dat is ook wat wij voorstaan. Dus proberen dat we zo'n Ticketless Stadium
dat maken we vooral omdat Heracles een gastvrij stadion wil zijn. Ja, maar even voor de duidelijkheid. Wat jullie daar dus moeten doen, is dat je elke individuele bezoeker die met gezichtsherkenning naar binnen wil, die vraag jij persoonlijk om toestemming waar die voor tekent dat jullie deze technologie gebruiken. Die moet door de molen om een intake te maken. Er moeten foto's van hem gemaakt worden. Nee, dat gaat heel makkelijk, joh. Dat is juist, je maakt een selfie van jezelf. En druk je in de cloud en dan zeg je heerlijk, ja, en dat is het. Meer is het niet. Als wij een e-mail sturen naar alle 10.000 vaste bezoekers. Zover wat zijn is dan de respons? Hoeveel mensen dan, doen dat? Dat hebben we nog niet gedaan. Maar als je dan, we hebben het wel naar een kleinere groep gedaan. En dan heb je 50% respons. En er zijn mensen die klikken gewoon op de link. En die sturen hun foto op. En die zeggen, nou, herken mij maar. Ja, en vragen die dan... Is het dan volkomen duidelijk waar het voor gebruikt wordt? Ja. Maar juist dat het zo makkelijk is... Ja, juist dat het zo makkelijk is, betekent dat je dat goed in moet regelen. Omdat het zo makkelijk is. En in de manier waarop jullie het dan implementeren, is het ook zo dat ik dus als bezoeker van dat Heraclesstadion op ieder moment mijn foto uit die database kan verwijderen. Er zit geen foto in de database, er zijn alleen vectoren in de database. En je kan het inderdaad op ieder moment verwijderen. Want jij encrypt het, je haalt de vectoren eruit. Ja, we halen de vectoren eruit en vectoren slaan we foto is op. Weg. De foto is weg, die bewaren we ook niet. En die vectoren die versleutelen we en die slaan we op. Ja, en die kan ik als eigenaar van die vectoren op ieder moment eruit halen of deactiveren of laten slapen. Zoals jij delete. Zoals de GDPR ook van ons eist. Ja. Moet eruit. Ja, zo hoort het ook. Ja. Dus en we zijn ook aan het kijken of we het... Want je gaat een heleboel contextuele data creëren, hè, van mensen. Want je gaat weten waar ze zijn. Ja. En de contextuele data, daarvan wil je in tegenhouden. Dus daarvoor zijn we nu ook een project opgestart om te kijken of we blockchain kunnen gebruiken om die data in tegen te houden. Nou, dat is weer een ander traject. Maar er zit zo'n professor aan Delft, ik ben zijn naam even kwijt. Maar die zegt ook, als je echt innovatie wil doen, dan zou je nieuwe technologieën moeten stapelen. Zodat ze echt iets toevoegen aan de maatschappij. En dat is denk ik wat we dan in dit geval met gezichtsherkenningstechnologie en blockchain proberen vorm te geven. Maar goed, zover zijn we nog niet. We weten nog niet of blockchain daar überhaupt geschikt voor is. Het lijkt wel zo. Ja. Maar... Ik vind het eigenlijk wel weer komisch, want we nodigen je uit omdat je hele geavanceerde gezichtstechnologie maakt met je bedrijf. En we hebben het al 20 minuten over privacy. Ja. Nou, dat is u wel gewend, toch? Ik wil toch even terug naar je bedrijf. Ja. Want je zei net, dat vind ik namelijk toch interessant. Ik ben de spin-out van de Universiteit van Twente, Technische Universiteit. Ja. Hoe werkt dat? Er zijn op een gegeven moment een paar promovendi die zijn met grensverleggende projecten bezig. Nou, je hebt het misschien wel gelezen, de Universiteit van Twente is een hele ondernemende universiteit. Ja. Nee, we hebben vaker spin-outs gehad, maar hoe werkt het in jullie geval? Nou, het is heel divers, maar als de kennis van de universiteit in de spin-out zit... Dan heeft de universiteit een business development team. En dat business development team dat zorgt ervoor dat, dat zo'n bedrijf kan ontstaan. Met een aandeel van de universiteit. Ja, want die hebben gewoon een aandeel in jullie bedrijf. Ja, en dat is, de grootte van dat aandeel hangt af van de kennispositie die in wordt gebracht. Ja. Stel dat er jarenlang is ontwikkeld aan druppeltjestechnologie en er zit een keihard patent onder... En dan heeft de universiteit daar eigenlijk gemeenschapsgeld in zitten. Dan krijgt de universiteit ook een groot deel van die onderneming. En de uitvinders een iets kleiner deel. En die kunnen dan een deel, als ze na een paar milestones halen, kunnen ze een aantal delen terugverdienen, zo gezegd. Bij jullie is het patent pending, zag ik op jullie website. Ja, we twijfelen heel erg. Veel mensen realiseren zich het niet. Maar als je een patent aanvraagt, dat betekent ook dat je het openbaar moet maken. Ja, en in de IT-wereld is openbaar maken... Ja, dat is niet fijn. Dan moet je het ook nog kunnen handhaven. De vraag is of je dat wil. Dus, ja. En geef eens een indicatie wat voor percentage dan zo'n universiteit nog in jullie bedrijf heeft? Bij ons is de universiteit 10%. 10%, ja, oké. Okay. Maar dat is omdat in dit geval is de kennispositie die in dit bedrijf is gegaan... Daar zat niet een heel sterk patent onder. Was gewoon... Maar goed, dan komen een aantal van de mensen die betrokken waren bij het onderzoek komen mee. Nee, het is niet zo dat de universiteit dat initiatief neemt. Het is echt wel een ondernemer. In dit geval onze founder, Tausif Ali. Ja. Die, dat is jullie CTO ook. Ja, ja. Die is het bedrijf begonnen.
Die kende ik ook, maar die is het bedrijf begonnen, zonder dat ik dat wist overigens. En die kwam ik een jaar later weer tegen. Die zei, ik ben dat bedrijf begonnen. En die is dus toen door de hele molen gegaan, op de universiteit. Die hebben zijn kennispositie bekeken. En die hebben gezegd, nou, als je dat wil doen, dan moet je maar starten. En hij is dat gaan doen. En toen is hij daar commerciële mensen bij gaan zoeken. En dat was onder andere ik. En met die commerciële mensen zijn we dan weer funding aan het zoeken gegaan. En dat hebben we... En dit is allemaal een tijdsperiode van 7 maanden, geloof ik. Dus het is juli 2017 opgestart. Maar de technologie is wat ouder natuurlijk. Ja, nee, maar jullie bestaan al 1,5 jaar. Een behoorlijk team. Hebben inmiddels ook investeringen opgehaald? Ja. Vorig jaar juni hebben we een investeerder aan boord gehaald. Oké. Okay. Hoe verdienen jullie geld? Development partners die funden een deel van onze gezamenlijke ontwikkeling. Dat is ook belangrijk dat ze dat commitment hebben. Anders kunnen we er wel op lossen, itereren. Dat heeft ook geen zin. En dan proberen we vervolgens een gezamenlijke oplossing in de markt te zetten. Waar wij dan een shared revenue over krijgen. Wij hebben eigenlijk alleen dat ingrediënt en dat stukje privacy management. En dat leveren we aan de klant. Mm-hmm. En zo zijn we nu bijvoorbeeld Technology Base in Twente. Dat is het vliegveld wat nu helemaal tot een innovatief terrein wordt omgebouwd. Nou, daar zijn we dus bezig om samen met hun daar gezichtsherkenning neer te zetten. Zodat de mensen die aankomen fietsen niet meer hun tas hoeven te grabbelen om de pasje te zoeken. Maar gewoon langs de camera langs fietsen en naar binnen mogen. Ja. Helder. Traditioneel heb jij nog een vraag nu. Ja, altijd. Nee, ik heb nog wel 1000 vragen. Ja, nou, je mag ook mij doen. Oh, oké, nou, even, want jullie zitten zo diep in die gezichtsherkenningstechnologie. Je bent zeer bewust van de privacykant van dit hele verhaal. Wat is jullie visie in de zin van, kijk eens 5 jaar vooruit naar deze technologie? Wat zie jij nou voor je? Nou, als ik 5 jaar vooruit kijk, dan zie je dat je veel meer gewend bent... Dat gezichtsherkenningstechnologie gewoon een technologie is die je gebruikt in het dagelijks leven. Maar ook dat je gewend bent dat je daar zelf de controle over hebt. Dus ik denk, camera's die zijn al omnipresent, maar die hebben eigenlijk alleen nog maar een kijkfunctie. En er zit nog weinig functionaliteit aan. Ik denk dat die functionaliteit heel erg op zal schieten. En wat ik hoop, is dat wij een van de partijen zijn die dan de ecosystemen leveren, waar mensen onderdeel van uit willen maken, omdat ze dan de controle hebben. Daar geloof ik heel erg in. En dat zou... Ik hoop wereldwijd. Maar ik denk... Meestal gaat het niet zo met technologieën. Hè? Facebook, dat lijkt voor ons wereldwijd. Maar in China is dat heel wat anders, geloof ik. Maar het zou mooi zijn als we een marktaandeel kunnen krijgen... In een wereldmarkt of een deel van die wereldmarkt. Daar zijn we wel naar op zoek. Ja. Spannend. Leuk. Ja, heel leuk. Ja. Nou, veel succes ermee. Dankjewel. Ja. Dankjewel. Goed. Jullie bedankt voor het kijken. En we bedanken zoals altijd de sponsors Jetstream voor de livestream. PQR voor de hosting van de website. Bier & Co. voor de biertjes. Heb jij je eigen sponsor meegenomen? Ik heb mijn eigen wijn meegenomen. Je eigen wijnsponsor. Ja. Geen naam nog? Dat is iemand hier uit Freedom Lab, ook een sponsor van ons. Oké, die weet zelf niet dat hij sponsor is. Nee, dat weet hij nog niet. De mensen staan het leeg plunderen. Ja, dat moet ook kunnen. En natuurlijk Freedom Lab, van waaruit wij uitzenden. Kijk je live, blijf dan kijken. Kijk je on demand, dan kun je ons totale archief nazien. En weet je dat er iedere week, iedere dinsdagavond 2 zijn. Dag.